Het informatiepunt Digitale Overheid, oftewel IDO, helpt mensen die in het dagelijks leven tegen digitale problemen aanlopen. We hebben in deze reeks een aantal voorbeelden daarvan gezien. En het heeft me nieuwsgierig gemaakt naar wat dat IDO nou eigenlijk is. Daar ben ik blij in gesprek te kunnen met Nicole Zijlmaker. Nicole, jij bent projectleider van het IDO en dan brengt men meteen bij de eerste vraag. Wat is het IDO? Hoe lang bestaat het al? En wat kun je er nog meer over vertellen? Nou, het doel van de overheid, het IDO betekent, je zei het net al, informatiepunt digitale overheid. Een van de doelen van de overheid is transparant zijn en op die manier het vertrouwen van de burger te vergroten in de overheid en in alle instanties die daarbij horen. En het IDO is eigenlijk een van de instrumenten die zij daarvoor gebruiken. Het is een spreekuur, een inloopspreekuur waar mensen naartoe kunnen als ze hulp zoeken bij contact met de overheid, met allerlei instanties, met de Belastingdienst, met noem het maar op, de zorgaanbieders. Dat lukt niet op een mensen kunnen dat niet op een digitale manier en ze kunnen bij het IDO van mens tot mens hulp krijgen. Je zegt al van ook zorgaanbieders, dus ja. De O van overheid is niet heel erg strikt. Nee. Het gaat ruimer dan alleen overheid. Ja, er is een hele groep van instanties die meedoet in dit verhaal. Die vanaf het begin af aan betrokken waren bij de opzet van het IDO. Nu zijn het 14 instanties, geloof ik, als ik het even zo uit mijn hoofd zeg. En, maar het zijn ook banken. Je kunt eigenlijk voor elke vraag terecht bij het IDO, want je wordt er altijd een stukje verder geholpen. Ja. Ja. Wat voor mensen komen er bij het IDO? Er komen veel ouderen bij het IDO. Er komen veel mensen die niet digitaal zo vaardig zijn. Er komen mensen met een taalachterstand. Er komen mensen met beperkingen, verstandelijke beperkingen, fysieke beperkingen. Maar er komen ook hele gewone mensen, zoals jij en ik, die eventjes niet verder komen in iets regelen. In een digitale oerwoud, zeg maar. Precies, ja. Ja. Piet heeft een vraag. Piet is aan het verbouwen en die heeft kunststof kozijnen gekregen. Ja. Of die ga je nog krijgen? Die gaan we krijgen, ja. En daar kan hij subsidie op krijgen. Maar nu moet het allemaal digitaal en hij moet het aanvragen en hij heeft geen idee hoe. Kun je hem daarbij helpen? Ja, in ieder geval proberen. Ja, en, of zou je fijn hebben? Ja, tuurlijk, heel goed. Maar ik hoor weinig jongeren. Ja, dat klopt. Zijn die zo digivaardig en lost daarmee het probleem zich in de loop der tijd vanzelf op? Nou, dat zou je haast denken, want jongeren zijn natuurlijk digitaal vaardig. Maar zij zijn digitaal vaardig met de apparatuur. Hmm. Maar veel jongeren weten ook niet wat ze moeten regelen in het leven. En daar is het IDO ook voor. Dus wij willen eigenlijk kijken van hoe kunnen we jongeren meer naar het IDO toe krijgen. Dat gaan we doen door campagnes, door activiteiten gericht op jongeren. Want er zijn genoeg jongeren die niet eens weten dat ze misschien een zorgverzekering moeten aanvragen als ze 18 worden. Die kunnen dat wel doen op hun computer, op hun telefoon, maar zij weten niet dat het moet en het IDO kan daar wel bij helpen. Ja. Helpen zeg je al. In hoeverre helpt het IDO? Als ik een vraag heb over belastingen of gezondheid, zorgt het IDO dan altijd voor een oplossing? Nou, een oplossing, dat is maar net hoe je het woord oplossing definieert. IDO zorgt altijd dat je een stapje verder komt. Mm-hmm. Heel vaak is dat door het probleem samen met jou, met de klant, op te lossen. Soms is het door een doorverwijzing naar een andere instantie, bijvoorbeeld welzijnswerk, een toeslagenspreekuur. Het kan ook zijn het taalhuis, als het problemen zijn met taal. En soms maakt het IDO zelfs een afspraak voor je, bij die instanties. Maar heel vaak kan het probleem wel opgelost worden. Dan gaat het om het aanvragen van een DigiD, dan gaat het om een mail sturen, dan gaat het om contact leggen überhaupt. Hey. Dat is, toevallig. Jullie zijn net klaar. Ja. En hoe is het gegaan? Ging goed. Ja? Ja hoor. DigiD is nu aangevraagd. En over een paar dagen heb je een DigiD. En dat ga je ook hier weer doen? Jazekers. Ja. Oh, mooi. Ik ben er heel blij mee. Het IDO is gevestigd bijna altijd in de bibliotheek. En de IDO-medewerkers zijn ook medewerkers van de bibliotheek. Ja. Betekent dat die
alles al weten? Of hoe komen ze aan al die kennis? Ja, als je in de bibliotheek werkt, dan krijg je heel veel gekke vragen. Ja. Leuke vragen die niet per se met boeken of met collectie te maken hebben. Dus je bent wel wat gewend. De mensen die in de bibliotheek werken en die dat interessant vinden, dat soort vragen, die krijgen trainingen. En die bemannen de IDO-spreekuren. En die trainingen die worden herhaald. Het gaat dan heel vaak over de inhoud van het werk. Hè. Hoe vind je informatie die je zoekt voor een klant? Maar ook bijvoorbeeld over privacy. Privacy is natuurlijk een heel belangrijk aspect van het IDO-werk. Want ja, het gaat over wachtwoorden, het gaat over DigiD's, het gaat over persoonlijke informatie. Dus daar worden de medewerkers allemaal in getraind. En ja, op die manier kunnen zij mensen helpen. Ja. Ja. Ze helpen niet totdat ze alles opgelost hebben. Nee. Maar ze helpen wel de deur open ja, te maken. Precies. Ja. Een van de mensen die we gesproken hebben was heel duidelijk van ik heb helemaal geen zin in die hele digitale toestanden. Heeft hij een toekomst? Ja, dat is de vraag. Ja, dat weten we niet. De overheid die moet zich ervan bewust zijn dat er altijd een groep mensen zal blijven die om wat voor reden dan ook niet meedoet in het hele digitale wereldje. He, dat kan zijn doordat er inderdaad, wat ik daarnet al zei, sprake is van beperking of wat dan ook. Het kan ook zijn dat mensen het gewoon niet willen. En de overheid heeft wel gezegd van we blijven altijd bereikbaar, ook persoonlijk en via de telefoon of via een loket. Maar in de praktijk zie je wel dat instanties mensen heel gauw doorverwijzen naar het IDO. Mm-hmm. Zelf niet de tijd voor nemen om mensen te helpen. Ja. De zoektocht naar efficiënt werken zit dan een beetje de klantvriendelijkheid in de weg. Stel dat je de kans krijgt om wat te vertellen tegen bestuurders van instanties of overheden die naar dit programma aan het kijken zijn. Wat zou je ze willen vertellen? Nou, ik zou ze heel graag willen vertellen, realiseer je heel goed als bedrijf, als instantie, als overheidsorgaan, dat er altijd een groep mensen zal zijn, zal blijven, die niet via digitale wegen in contact kan komen met jou als bedrijf. Die niet zijn zaakjes digitaal kan regelen. Om wat voor reden dan ook, door beperkingen, door taalproblemen, doordat ze het gewoon niet willen. Als je dat realiseert, dan kan je zorgen dat je bedrijf, je contactmogelijkheden zo klantvriendelijk en laagdrempelig mogelijk zijn. En dan kan je ook die eerste hulp bieden. En dan kunnen wij bij het IDO met het beschikbare budget wat we hebben, er echt voor de mensen zijn die dat nodig hebben. Het bestaan van het IDO ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om zelf je zaakjes op orde te hebben als organisatie. En het is ook geen excuus om dat niet te hoeven doen. Blijf klantvriendelijk. Blijf klantvriendelijk, ja. Heeft u nou ook een vraag die met de overheid te maken heeft? Of met de ziektekostenverzekering, de bank of de energiemaatschappij? En u weet niet wat u moet doen? Bij u in de buurt is vast ook een IDO. Bijna elke bibliotheek heeft er wel een. Kijk maar eens op de website. Ah, nou ja, u kunt natuurlijk ook gewoon bellen of langskomen. U bent altijd welkom en wie weet neemt u ook nog eens een mooi boek mee naar huis. Bedankt voor het kijken en tot de volgende helft.